toch leuk, hè? Te gast daar bij Tommy van Deurzen met zijn opvolgers. En dan denk je, ja, weet je wat, ik ben een beetje lui vandaag. En ik heb ook interesse. Ik bedoel, als je dan toch aan die kant bezig bent met mooie kleuren, bijvoorbeeld gordijnen en stoffering en vloerbedekking. Ja, en als je dan toch met je huis bezig bent, dan kan er misschien wel een likje verf tegenaan. Dus ik dacht, ik ga eventjes naar Breedveld verf hier op de Oude Vlemmersweg 84G. Daar ga ik eens naar binnen toe, want de combinatie tussen de muren, de kozijnen en natuurlijk de stoffering. Ja, dat hoort bij elkaar, dat past bij elkaar. Dus ik wip hier gewoon naar binnen. Maar ik moet nog denken aan het vliegend tapijt. Zullen we nog één keer, ik ga hem nog één keer laten zien en dan loop ik naar binnen toe. Kijk nog één keer mee naar Tommy, hoe die tegen mij zegt hoe ik op het vliegend tapijt, zou ik zeggen, moet bedienen. En het gaan we in vertraging zetten. Loop ik alvast naar binnen. Ga ik Guido eventjes aan zijn leur vertrekken en gaan we het praten over zijn winkel. Breedveldverf, Oude Vlijmersweg. Tommy, jij doet het niet. Hij doet het niet. Ja, nog moet ik vleugels zetten. Hoe vleugels nul. Ja. Hoe vleugels. Guido Breedveld van Breedveld Verf op de Oude Vlijmersweg 84G. Ja, wat me in eerste instantie opvalt is een enorme ruime winkel. Dus veel assortiment. Ja, klopt. Wij hebben een winkel 400 vierkante meter. Waarin wij vooral professionele producten verkopen. En met producten bedoel je gewoon verf, hè? Alles wat erbij komt kijken. Verven, dat wil zeggen lakken, bijtsen, latex, muurverven, krijtverven, kalkverven. Alles wat verf in de naam heeft, verkopen wij. Ja, alles wat een kleurtje moet hebben. Ook wat een kleurtje moet hebben. Hoe was het kleurtje van het hoofd van jullie paard toen je zei, paard wordt tijd dat je gaat? Want je zit er 8 jaar en op een gegeven moment is paard gestopt. RAL 3003. Vuurrood. Vuurrood, ja. Ja, want je is acht jaar nu hier. En van oorsprong ben je schilder. Ja, ik heb altijd zelf geschilderd. Daar is ook heel erg veel praktijkervaring op gedaan. Dus ik weet wel waar de mensen tegenaan kunnen lopen. Ja, dat geldt ook voor degene die hier werkt. Want ik zie Gerard hier achter de balie staan. Ook die is schilder geweest. Dus jullie weten qua professie exact waar jullie over praten. Ja, Gerard Dame is ook wel 10 jaar schilder geweest. En die staat nu ook al een jaar of 7, 8 in de winkel. Dus wij weten wel van wanten. Een huis aan de buitenkant. Eigenlijk niet zo mooi meer. Grijs, grauw. En het zou een ander kleurtje moeten hebben. Nou, om daar meteen iets op te smeren, ja, dat doe je niet zomaar. Hè? Dat doet een vrouw ook niet als ze in de make-up winkel is. Kunnen jullie deze mensen informeren dat precies weet van wat je moet doen om dat huis een compleet andere make-up te geven? Ja, wij kunnen adviseren voor de kleuren van de kozijnen tot en met de opbouw van de verfsystemen. Wij kunnen zelfs ook, als je zegt van nou, ik wil mijn buitengevel schilderen. Dat is ook bij ieder huis, of je een oud huis hebt of een nieuw huis, anders. Daarvoor sturen wij vaak een technische man op pad. Die kan dan precies kijken wat voor verf je dan nodig hebt. Om dan ook zo lang mogelijk garantie en dat hij zo lang mogelijk meegaat. Dat is dan weer het verschil, want ja, met alle respect, bij een doe-het-zelf-zaak van de grote ketens heb ik dat niet. En dat betekent dat bij jullie dat die informatie, die know-how er is, je kunt mensen echt informeren wat ze nodig hebben. Want een huis dicht smeren, zodat het huis niet ademt, is niet eens gezond, hè? Nee, dus mensen komen hier vaak voor of met problemen. En voor ons zijn er altijd natuurlijk uitdagingen. En dat is voor ons het, de bedoeling eigenlijk dat wij het zo goed mogelijk oplossen voor de klant. Maar je hebt ook specials. Wat zijn de specials die jij verkoopt? Specials, dat kan al zijn een krijtverven, kalkverven. We hebben nog een sampre, dat is een Italiaanse smeerverf. Die moet je met een spatel aanbrengen. Maar ook magneetverven, schoolbordverven, metaliekverven. Ja, gelijk zo gek. Ja, precies. En ook de accessoires die er rondomheen nodig zijn. Het afplakband, nou ja, tot het hele professionele werk. De juiste kwast, want hoe belangrijk is die juiste kwast? Heel belangrijk. Je moet ook een auto hebben die goede banden heeft. Pak jij een sportauto met slechte banden, dan kom je nergens. Guido, nou zit daar een hele lief vrouwke thuis te kijken. En die zegt, oh, die microfoon van die Nol, die is zo mooi, dat blauw. Dan ga ik toch de advocaat van de duivel spelen. Deze kleur blauw, die willen we graag hebben voor op de muur. Oké, nou, ik kan een poging wagen. Mag ik hem meenemen? Ga je hem scannen? Ja? Ja, neem hem mee. Oké. Ik pak nou de scanner en dan doe ik hem eerste keer kalibreren. Ja. En dan ga je hem. Dan gaan we even kijken of hij misschien weet wat voor kleurcode. Ik heb hier een code te pakken. Ja. Dan zou hij hier een klein beetje op moeten lijken. Nou, een klein beetje. Ja, dat is hij. Nou ja, half liedje dan maar. Lak,
Of ja, doe maar lak. Ja, lak. Ja, leuk. Zuidglans, hoogglans. Ah, hoogglans. Een beetje bling bling. Ja, voor buiten. Want die gaat natuurlijk je huis aan de buitenkant. Ja, voor buiten. Helemaal goed. Gaan we die maken? Hier geeft hij aan de kleurcode, de kleurenwaaier, het product, de basis. Basis N00. Ga ik wat is dat? Een verdonkere kleur, een transparante basis. Oké. De dosering is uitgevoerd, stond er. Die is klaar nu. Er gaat dan blauw bij en een beetje violet, wit en zwart. Kijk, dit is altijd heel leuk. Je ziet er eigenlijk niks van. Hè? Je ziet, ja, onderin zie je dan, het is zwaarder. Ja, die, dus het papa, zinkt. Die zinkt inderdaad. Dan ga je hem dicht maken. Ongeveer een minuutje of 1-2 schudden. En dan hebben we, als het goed is, de blauwe verf. Heb je er wel een slagroom in geprobeerd? Nee, maar ga ik morgen doen. Ja, toch? Goed idee. Ik zou er weer heel nieuwsgierig naar zijn. Ja, nou ja, anderhalf uur schudden. Anderhalve minuut tot 2 minuten schudden. En dan heb ik zometeen het kleurtje van de plopkap. En dat heb ik natuurlijk bewust gedaan om thuis even te laten zien, hè, dat je gewoon elke kleur bij benadering hier kan laten maken. Dus voor zowel lakken aan de binnen- of de buitenkant van het huis, maar ook de latex. En als ik dan bijvoorbeeld een soort bijts, kan ik die ook in de kleur krijgen? Alle kleuren. Ook echt alle kleuren? Bijts, licht eiken, donker eiken, ook die kunnen we allemaal mengen tegenwoordig. Vloerlakken. Geweldig zeg. Gevels, ja. Noem maar op, wij maken het. Ja. Wat zijn je openingstijden hier? Maandag tot en met vrijdag van 8 tot 6. Zaterdag van 8 tot 5. Ja, kijk eens hier. Kijk. Ik had uitgedroogd. Ietsje donkerder op misschien, maar ja, we zien wel dezelfde kleur. Nou, geweldig zeg. Nou. Ja, als jullie dat nog niet wisten. Oude Vlijm is weg, 84G. Als je een goede kleur wil laten mengen, in welke hoedanigheid dan ook. Hè? Dus we hebben de water op waterbasis, synthetisch, hè, heb je gezegd. Ja. De latex, de bijts, alles wat je nodig hebt eromheen. De emmertjes, de rollers, alles is er. Ja, ik heb het, Guido. Helemaal goed. Ja. Dankjewel. Ik moet mensen toch nog eventjes blijven even kijken, want hierna staat er iets te gebeuren bij Breedveld Verf. En dat zie je in het reclameblok. Dankjewel, tot de volgende keer. Jullie ook bedankt.